Minister van Onderwijs, Pascal Smet, die wil ons secundair onderwijs hervormen. En dat hij daarbij de verschillende richtingen in de eerste twee jaren wil afschaffen, dat wisten we al. Maar deze week raakte ook een eerste concrete maatregel bekend. Hij wil daar de zogenoemde B-attesten afschaffen. U weet wel, daarmee mag een leerling wel overgaan, maar alleen als hij van richting verandert. B-attest zal niet meer moeten. Vorige week was het C-attest zal niet meer moeten. Uiteindelijk moeten zij toch nog wel weten waar zij aan toe zijn. Anderzijds vind ik die B-attesten echt wel problematisch. Zij zorgen ervoor dat men inderdaad een hiërarchie heeft in ons onderwijs. Er mag ook geen perceptie gegeven worden dat leerkrachten zomaar naar B-attesteringen grijpen. Dat is vaak ook iets wel overwogen. If I told you things I did before. Als je die studiekeuze uitstelt van 12 naar 14 jaar en dat je dan ondertussen remedieert, laat verdiepen, verbreedt, dan is het een puur logische redenering, zonder enige voorafname van welke beslissing dan ook, om te zeggen, ja, dan zijn die B-attesten eigenlijk enkel in de eerste graad niet meer nodig. Hoe zit het nu met de timing van de hervorming secundair onderwijs en krijgen wij de conceptnota mee op vakantie? Ik wil maar een hervorming van het secundair onderwijs doen wanneer die iedereen te goede komt. Dat wil zeggen dat we de zwakke kinderen sterker maken, maar dat we de sterke kinderen ook sterker maken, zodat iedereen sterker wordt. Het klopt dat we een oriëntatienota hebben neergelegd, maar laat me nog eens herinneren wat de doelstelling van die oriëntatienota was. Dat was het debat openen. Voilà, en dat debat openen, dat gaan we hier doen. Hè. Mieke van Eyken, baas van de koepel van, het katholieke onderwijs. Ja, op zich toch een nobel idee, hè. Zoveel mogelijk jongeren meenemen in het leerproces. Maar u had daar kritiek op die afschaf van de B-attesten. Waarom? Ik heb kritiek op het feit dat men het nu voorstelt dat we nu de B-attesten gaan afschaffen. En ik denk dat ze in de huidige context van het secundair onderwijs belangrijk zijn. En men vergeet te zeggen dat de B-attesten eigenlijk ingevoerd zijn ter bescherming van jonge mensen die verkeerd georiënteerd zitten en wie we willen verhinderen dat ze een richting volgen die het niet beantwoordt aan hun competenties en aan hun talenten. En hen zeggen, maar in een andere richting kan je wel verder gaan. Alleen de B-attesten in een toekomstig secundair onderwijs, waar we veel gedifferentieerder en oriënterender eerste graad gaan hebben, daar hopen we dat de B-attesten overbodig worden, omdat we tijdens het proces jongeren beter gaan begeleiden naar een correcte studiekeuze. Maar op zich is dat wel wat de minister bedoelt, hè? Hij wil dat afschaffen. Ja, maar zoals het vandaag in de kranten gekomen is, gaf het de indruk van we gaan nu de B-attesten afschaffen. En niet de B-attesten zullen in een toekomstige hervormd secundair onderwijs, en laat ons duidelijk zijn, het zal geleidelijk zijn en het zal heel veel tijd vragen, in het toekomstig secundair onderwijs zal het overbodig worden. Het is nu gepercipeerd als we gaan het nu afschaffen. En nu B-attesten afschaffen, zou het leiden tot meer C-attesten? Ja, sowieso. Wanneer kinderen niet om pedagogische redenen niet in een bepaalde richting kunnen blijven, omdat ze daar de talenten en de competenties niet voor hebben, dan kan je niks anders doen dan zeggen, ja, dan moet je maar een jaar overdoen. Mm. Terwijl dat we nu zeggen, kies een andere richting. Dat is de richting die meer voor u geschikt is. En dit is nu net het B-attest. Ja. Peter de Rover, we kennen u natuurlijk als erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging. Maar u bent ook leraar in het TSO. U gaat een stukje verder. U zegt die B-attesten afschaffen, dat kan gewoonweg niet. Mochten ze niet bestaan, dan zouden ze moeten uitvinden. Ik hoor mevrouw Van Eyken zeggen dat in een toekomstig onderwijsmodel, dat is me de vraag welk dat model zal zijn natuurlijk, want we spreken dan over iets wat nog moet komen. Dat die dan kunnen verdwijnen, dat lijkt me zeer idealistisch. Misschien kan de naam verdwijnen, maar noem het dan heroriënteringsattesten. En dan gaat het gewoon over de naamgeving. Wat erg belangrijk is, is dat leerkrachten en een school, na ernstige overweging, want er wordt toch de indruk gewekt alsof met die B-attesten gezwierd wordt als een hakbijl om lastige leerlingen buiten te krijgen. Dat is absoluut niet de realiteit. Dat is zeer beledigend ook, alleen maar de indruk wekken. Als leerkrachten na ernstige overwegingen menen dat een leerling niet in de juiste richting zit,
dan wordt een advies gegeven, want een B-attest is niet eens verplicht, men kan het negeren als leerling. Dan wordt maar een dan advies... moet je wel blijven zitten. Hè? Maar dan moet je blijven zitten. Dat is dan het C-attest. Maar er wordt dus naast het C-attest een bijkomende mogelijkheid gecreëerd. Je kan het C-attest ontlopen door naar een richting te gaan waarvan wij, na een jaar u te bekijken, oordelen dat het meer geschikt is voor u. Dus ook in de toekomst zullen er leerlingen verkeerd terechtkomen. En dus ook in de toekomst zullen leerlingen, en liefst zo vroeg mogelijk, want in een B-attest kan natuurlijk veel beter in de eerste graad worden toegepast dan in de tweede graad. En daar want dan is het probleem net al waar erger. Dat het nu wordt... Dat is net daar dat ze het afschaffen. Zo snel mogelijk de eerste gebruikt graad, worden. Jaar 1, 2, hè, daar willen ze het gaat afschaffen. Alleen over tussen 1 en 2, als we het op een ideale manier kunnen doen, dat we daar de leerlingen, omwille van het feit dat ze verschillende input hebben, kunnen we hen permanent evalueren en oriënteren. Maar de B-attesten zullen dus na de eerste graad absoluut moeten komen. Daarin geeft meneer De Rover absoluut gelijk. Ja. Laat kinderen toch niet in een richting zitten die niet beantwoordt aan hun mogelijkheden. Raymonda van Dijk, u bent het helemaal niet eens. U wil reageren. U bent de baas van het co-onderwijs. U vindt dat wel een goed idee. U bent het niet mee eens, hè? Ik denk dat we het gedeeltelijk wel eens zijn. Waar we verschillen in wat ik op dit ogenblik hoor, is dat eigenlijk we zeggen, en het heeft met die hervorming van dat secundair te maken, dat leerlingen veel te vroeg moeten kiezen. Leerlingen moeten veel te vroeg weten wat ze willen. En twee, we stellen ook vast dat leerlingen dat niet kunnen. Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen eigenlijk nog heel veel in evolutie zitten op die leeftijd. Dat bijvoorbeeld het cognitieve, het abstract theoretische, zoals men dat noemt, eigenlijk maar op een veel latere leeftijd tot volle ontwikkeling komt. Maar in kunstscholen en in topsportscholen, daar doen we dat toch wel? Daar kan het wel? Wel, ook daar hebben wij eigenlijk wel een andere visie. Wij hebben topsportscholen, omdat je natuurlijk met een fysiek gegeven zit. Maar daar is ook de algemeen vormende component een heel belangrijk gegeven. Die leerlingen zitten niet in een aparte school waar ze alleen maar bezig zijn met die topsport. Integendeel, we leggen heel veel focus op dat algemeen vormende. Precies omdat al die topsportscholieren ook niet later dat als professie gaan kunnen doen. En het zo fundamenteel is om te zorgen dat ze de brede vorming krijgen. En waarom is dat belangrijk? Om in die eerste graad niet over B-attesten te spreken. De nieuwe idee is dat we een brede eerste graad hebben. Dat leerlingen de kans krijgen om met heel veel verschillende domeinen in aanraking te komen. Op basis daarvan hun talenten en ook hun interesses te gaan ontdekken. En dat betekent er zullen geen verschillende studierichtingen meer zijn dat in dat eerste jaar. Dat doet mij denken aan dat andere project, VSO. En dat is mislukt. Nee, het heeft... totaal niets met wat het VSO vroeger was. Om te beginnen heeft men dat ook niet gelijk en tegelijkertijd ingevoerd. Dat is een eerste knelpunt geweest. Twee, evoluties in onderwijs hebben ook te maken met voortschrijdende inzichten. Er is onderzoek dat aantoont dat er twee belangrijke elementen zijn. Ja, absoluut. Maar ook het weten daarin is dat het sociaal-economische een impact heeft. Dat ook de ontwikkeling van jongeren een impact heeft. Dus het is belangrijk om daar als onderwijsverstrekker rekening mee te houden en te zorgen dat je antwoorden hebt. Mevrouw Ressen, ik kom zo meteen naar de andere kant van de tafel, maar ik wil eerst de laatste gast even voorstellen. Elio de Bolle van het VSK, dat is de scholieren. Koepel, ja, je krijgt dat zo ineens op je bord. Hè? Die B-attesten worden misschien afgeschaft. Hoe reageerden scholieren daarop? Was er veel onrust de laatste week? We zijn eigenlijk een beetje teleurgesteld door wat er soms in de krant is gekomen. Omdat het debat nu precies wordt gevoerd over de B-attesten in heel het secundair. En dat wij toch normaal willen benadrukken dat het echt gaat, waar wij over gaan, over spreken, is echt dat het in het hervormd onderwijs, de eerste brede graad, dat het daar afgeschaft wordt. De eerste brede graad, dat is nog eens voor alle duidelijkheid, eerste en tweede middelbaar eigenlijk. Ja. Nu, hè? Ja. En de scholieren willen dat ook, hè? De scholieren willen die hervorming, willen die eerste brede graad, omdat ze zelf ook zeggen, wij kunnen de studierichting niet kiezen op 12 jaar, dat is veel te vroeg. Wij hebben te weinig onze talenten ontdekt, te weinig ontdekt wat kunnen we goed, wat kunnen we niet goed. En dan vind ik het een beetje spijtig van... meneer Peter, dat hij zegt van er zullen nog altijd scholieren in een foute richting komen. Wij vinden dat spijtig, want dat is juist de reden waarom dat veel scholieren gedemotiveerd raken door een foute studierichting. En waardoor veel scholieren ook hun jaar opnieuw doen.
En daarom is de eerste brede graad belangrijk, dat elke scholier kan proeven van verschillende belangstellingsdomeinen. En dus ook kan ontdekken op zijn of haar 14 jaar van ah, daar ben ik goed in, dat doe ik graag. En het zou dan belachelijk zijn dat je in een brede graad in het, na het eerste jaar een B-attest kunt krijgen. En een B-attest voor wat? Ja, meneer Drover. Een clausulering voor wat? Ik denk dat, dat het vooral een te weinig gebruik van de B-attest dat ervoor zorgt dat er veel schoolmoeheid is. Indien wij sneller en vroeger, bijvoorbeeld leerlingen van de ASO, zouden duidelijk maken dat het geen zin heeft om lang te blijven aanmodderen in die richting, maar naar een volwaardige TSO-richting te gaan, want de TSO is volwaardig onderwijs, hè, dat is geen degradatie. Die indruk wordt wel eens gewekt. Een B-attest is een straf, want dan kom je in een strafkolonie terecht, genaamd TSO. Dat is een totaal verkeerde indruk. Dat is volwaardig onderwijs, waar ook volwaardige mensen worden opgeleid voor een volwaardige toekomst. Maar wanneer er gezegd wordt, en dat is inderdaad de essentie van de discussie, achter dat B-attest, die brede eerste graad. Op 12 jaar kan je als leerling niet beslissen. Om te beginnen word je daarin geholpen. Er zijn ouders, er is een CLB, er zijn leerkrachten die je daarin begeleiden. Op 14 kun je ook geen definitieve beslissing nemen. Op 18 kun je ook geen definitieve beslissing nemen. Vandaar dat wij gelukkig vandaag een systeem hebben, en dat zou best ook zo behouden blijven, waar heel veel leerlingen op 12, de grote meerderheid, wel de juiste beslissing neemt op die leeftijd. Ja, mevrouw Van Ecke? Er zijn er een aantal die dat niet doen. En die moeten wij onderweg en zo snel mogelijk heroriënteren. Dat is duidelijk. Maar de grote groep neemt die beslissing wel degelijk correct. En die twee gemeenschappelijke jaren zijn bijvoorbeeld voor vakonderwijs, lijken mij, twee jaren van tijdverlies. Mevrouw Van Ecke. Ja. Ik geef één zaak wel mee, dat ik denk dat er ook een aantal leerlingen wel degelijk al een keuze kunnen maken, maar dat er wel een aantal zijn die, omdat ze een aantal competenties en vaardigheden daar geen kennis van genomen hebben, die toch nog een verkeerde oriëntering maken en die we dan in de loop van dat eerste jaar tijdig ook moeten kunnen heroriënteren. Dus ik ga ook niet mee om te zeggen van niemand weet al, de meest abstracte richting en de meest concrete richting, die leerlingen willen dat wel degelijk wel. En wat Peter Drover zegt is natuurlijk juist, wij moeten af van dat stigmatiserende, dat het een afdalen is. We hebben alle talenten nodig. Een ingenieur met zijn concept zal niet landen als een elektricien die kan uitvoeren. En eigenlijk moeten we die gelijkwaardigheid bekijken en moeten we zorgen dat leerlingen zichzelf ontdekken, maar ook dat men met de hulp van leerkrachten, van CLB's, zeggen van dit is de richting. En nogmaals, als men dan heel strak blijft zeggen ik blijf hier, het zij door ouders, het zij door leerlingen, gaan we toch moeten zeggen van sorry, ja, maar deze richting kunnen jullie maar niet verder gaan. We kennen allemaal het verhaal van de jongeren die een B-attest krijgt, naar een technische richting moet. En dat zijn heel vaak jongeren, allochtone jongeren, jongeren uit socio-economisch zwakkere richtingen, die dat nadien wel blijken dat is doen. Niet, dat, is dat, niet juist. Juist. Dat is trouwens wel, niet juist. Nee. Er is, het is, het ik klopt toch wel dat heel veel van onze jongeren inderdaad van allochtone herkomst in dat waterval-effect meteen instappen. Dat is aangetoond dat inderdaad de herkomst heel bepalend is voor wat gekozen wordt. En die zijn omdat niet men dommer, hè? Op zich nee, laat ons duidelijk zijn. Het cognitieve, zoals men het altijd benoemt, vind je in alle lagen van de bevolking terug. Ik heb dat een paar dagen geleden al gezegd. Je hebt in elke laag van de bevolking een Nobelprijswinnaar. En die moet je ontdekken en moet je ontwikkelen als onderwijs. We zien dat eigenlijk onderwijs vandaag de dag te veel een reproductie is van de sociale ongelijkheid. Ja. En daar moeten we absoluut op inzetten. En er zijn mooie voorbeelden. Als we kijken naar Finland, waar men dat op een andere manier aanpakt. Daar bestaan ook in Finland en B-attesten. Men heeft daar een uitgestelde studiekeuze die een bewuste studiekeuze is. Een goed geïnformeerde studiekeuze. En die maakt dat jongeren dus inderdaad veel meer aansluiting vinden. Daar heb je ook een hoog kwalitatief onderwijs. Ja, maar ik denk toch dat je moet vergelijken wat vergelijkbaar is. We hebben ook geen duizend meren. Ik denk dat je altijd in het buitenland net dat voorbeeld haalt dat toevallig in je discours past. Ik geef vooral eens aan allochtone leerlingen. Om te beginnen denk ik niet dat het feit dat iemand in een ASO thuis hoort en er niet in zit om socio-economische redenen, geen reden is om het ASO af te schaffen.
Dat is een reden om ervoor te zorgen dat die in het huis... Nee, ik zeg niet dat u dat gezegd hebt, maar in het plan van meneer Smit zit de afschaffing van die richtingen. Jawel. Dus ik denk dat je dingen dat je dan voor een betere oriëntatie moet zorgen. Twee, nog eens een keer, en ik herhaal. Ik ben heel blij dat bijvoorbeeld vandaag een oud-leerling van mij afstudeert als master in de rechten. Hoewel die dan uit slechts het TSO komt. Onze richtingen zijn ook, onze afdelingen zijn niet zo rigide, hoor. Ik ben heel erg blij dat je vanuit elke richting ook nog hoger onderwijs aan kunt. Ja, die ambitie moeten we juist blijven koesteren. Ja, ik zag jou knikken, dus ik ga jou eventjes aan het woord laten. Ik ben het kwijt. Mag ik eventjes, mevrouw Van Ecke? Ik denk dat een van de grote problemen nu net is als kinderen vanuit socio-economische groepen, achtergestelde groepen komen en zeker allochtonen met taalproblemen, dat die ten onrechte niet in ASO zitten. Mm-hmm. Allee, als ik dan toch die benamingen mag noemen, ASO voor het meer abstracte en meer complexe omgevingen. Ik vind dit nu net erg. Als je intellectuele, bedoel dan abstraheerde intellectuele competenties hebt, dat je omwille bijvoorbeeld van een taalprobleem in een beroepsgerichte opleiding zit. Maar moet je dan niet vroeger inzetten? Moet je dan niet in het kleuteronderwijs inzetten in plaats van bezig te zijn met de BIA-testen? Laat ons meenemen dat we ook een opdracht hebben in het lager onderwijs om bepaalde competenties aan te scherpen en bepaalde manco's, als ik het zo mag zeggen, bij te sturen. Maar vandaag is het een probleem dat kinderen uit die socio-economische groepen ten onrechte niet in dat algemeen vormend zitten, in dat abstracte zitten. Ja. Dus maar nu gaat net... ze nog sneller wegkrijgen met de BIA-testen? Nee, BIA-testen is vandaag. In die algemeen georiënteerde eerste jaar, eerste graad, gaan we ook die kinderen die wel het intellectueel vermogen hebben om naar dat meest abstraheer te gaan en vandaag ten onrechte in een BSO zitten, om dan maar de termen te gebruiken, eigenlijk ook de kans geven om bijvoorbeeld met een remediering en een bijsturing in taal wel te kunnen naar dat andere evolueren. Ja. Dus we gaan eigenlijk die onmiddellijke keuze, waar het al mogelijk is, toelaten, waar het niet mogelijk is, zorgen dat we daar geen schotten hebben waardoor ze eens die keuze nooit meer naar dat andere kunnen. Ja, dat is wat we net willen doen. Dat is wat we willen doen, zorgen dat inderdaad jongeren zich kunnen ontdekken en kunnen ontwikkelen. En dat we niet een keuze laten gebeuren die enerzijds jong is, maar ook omwille van het niet weten of het niet vastgesteld hebben. En dat is de kans in de brede graad, dat we de jongeren, van waar ze ook komen, de mogelijkheid bieden om dat te ontdekken. De kritiek is ook natuurlijk, 7% van de leerlingen krijgt ongeveer een BIA-test op dit moment. We zitten met een onderwijs dat zeer hoog scoort in de wereld. Waarom zijn we eigenlijk aan het veranderen? Moet dat wel? We weten niet wat er ons te wachten staat daarmee. Precies omwille van wat we daar net zeggen. We hebben een aantal belangrijke knelpunten. 14% leerlingen die zonder diploma uitstromen. Daar kan je toch niet naast het kijken. Het waterval-effect. Ook het gegeven dat je inderdaad vaststelt dat we hoog scoren. We zijn op twee vlakken kampioen. We zijn inderdaad kampioen in de PISA-resultaten, maar voor een bepaald segment van de bevolking. En dat gaan we niet opgeven. Dat gaan we niet opgeven. Allee, denkt iedereen nu dat wij zo dom zijn om datgene wat vandaag goed is niet te willen bewaren? Mm-hmm. Soms denk ik dat wij, die met onderwijs bezig zijn, onze medewerkers, absoluut dat ABC niet willen. We willen dat niet opgeven. Maar je kan toch niet zeggen dat er geen knelpunten zijn. En die willen we eigenlijk remediëren. Dat is wat we willen doen. Meneer De Bolle, jullie hebben daar een ander voorstel tegenover gezet. Hè? Of jullie gaan nog een stapje verder. Jullie zeggen bijvoorbeeld, pak een testtrimester. Wat is dat voor iets? Ja, maar dan spreken we over het CL-test. En dan spreken we niet meer over de eerste brede graad, maar wel over de tweede en de derde graad. Omdat... zoals u zelf aanhield, er 1 op 5 leerlingen die zit met een minimum een jaar achterstand. Dat is dus wel redelijk veel. Op een klas van 20 leerlingen zijn dat 4 leerlingen die een jaar achter zitten. En we willen daar eigenlijk vanaf. Hoe gaan we dat doen? Of wat zijn onze voorstellen? Wees zuinig met CA-testen. Geef niet te snel een CA-test omdat je iets niet kunt. Want... Het is logisch dat leerlingen dat zeggen. Ik zou ook geen CA-test willen hebben als leerling. Nee, maar wij zijn ook realistisch. Wij weten ook wel zelf dat het ook heel groot, de verantwoordelijkheid heel groot bij ons is. Iemand dat totaal niets doet en niet werkt. En die moet ondersteund worden, die moet begeleid worden, die moet terug gemotiveerd worden. Daar moet gekeken worden van, zit die eigenlijk wel juist in die richting? Want als je mij in een ASO-richting steekt, ik zou het niet graag doen. Ik werk graag met mijn handen, daarom dat ik ook voor een technische richting heb gekozen.
En ons voorstel is daarin van oké, werk terug met herexamens. Het kan zijn dat iemand tijdens het jaar wat minder gepresteerd heeft of tijdens een examenreeks. Door omstandigheden geef die nog een tweede kans of misschien is dat al een derde kans. Geef die dan die derde kans. Mm-hmm. Werk met een testtrimester. Dat is dat je overgaat naar het volgend jaar, maar dat je het eerste trimester moet bewijzen van ik kan het wel op een vak als fysica. Natuurlijk, er zijn grenzen bij. Je kunt niet blijven vergeven en blijven een kans geven, maar laat het ons proberen. En het testtrimester, wij hebben dan ook, ik kan u niet vertellen hoe dat wij dat exact zien, maar het is dan wel dat scholieren ons aangeven van laat ons de kans om ons te bewijzen wat we kunnen. Nog een extra... Ik denk dat opnieuw met die CA-testen geeft zo weinig mogelijk. CA-testen, ik kan u geruststellen, dat doen we vandaag al, hoor. Dat er veel uitval is. Soms verwacht het niet. Dinsdag, ik zit in mijn zesde jaar. Dinsdag gaan ze mijn ouders bellen of ik erdoor ben of niet. Ik ben er gerust in. Ik heb mijn examens goed gemaakt. Als ik alles fout heb geschreven, dan heb ik een probleem. Maar ik vrees nu al dat ik telefoon krijg van klasgenoten of schoolgenoten van ik ben er niet door. Ik vermoed dat kan. Dan ga ik verbaasd zijn, omdat ik verwacht van mijn klasgenoten momenteel niet iedereen heeft goed gepresteerd, maar je weet nooit wat er komt. Ik ken de schoolrealiteit natuurlijk zoals ze bij ons bestaat, maar bij de meesten. De meeste leerlingen moeten echt niet verbaasd staan van een CA-test. Er zijn werkelijk al heel veel signalen onderweg gegeven. Maar het idee van dat herexamen, ik ben daar niet per definitie tegen. Er zijn inderdaad leerlingen. Het geeft de mogelijkheid meer om een oordeel te vellen. Moet er toch ook weer mee opletten dat er geen, een nieuwe examenreeks wordt ingevoerd. Maar dat testtrimester, dat is ook weer zo'n heel mooi idee dat eigenlijk in een laboratorium thuis hoort. Want als je nu een leerling met kerstmis gaat vertellen dat hij nog terug moet naar het jaar van daarvoor, dat lijkt mij toch allemaal erg bizar. In de praktijk is het nu eenmaal zo dat sommige leerlingen... We leven in de echte wereld. En sommige leerlingen werken om redenen allerhande niet zoals het hoort. En we horen en verdienen op dat ogenblik ook een CA-test. Ik denk, als ik nog een laatste zinnetje mag zeggen, dat je de betekenis van het A-test geweldig ondergraaft als je het CA-test afschaft. Ik denk dat, en dat hoor ik ook in het verhaal van Elio, dat is het positief benaderen van wat leerlingen wel kunnen. We zitten eigenlijk continu in een sanctioneringssysteem waar we oordelen van wat je niet hebt gedaan. We moeten inzetten op wat mensen wel hebben gedaan. Mag ik nu ook even uitspreken? Ik wil mijn punt graag even maken. Dat men zegt van, of dat we vaststellen dat we vooral kijken naar wat er niet is gebeurd. En daar moeten we op een positieve manier naar kijken. En dat is wat zij ook vragen. En dat is ook wat meegenomen is in de hervormingsplannen. Omdat men ook vaststelt dat een C-attest geven ook niet altijd het soelaas biedt als je iemand alles opnieuw gaat moeten laten doen wat hij het jaar ervoor heeft gedaan. Dus ook daar willen we op een positieve manier kijken van hoe men omgaat. En ik wil u geruststellen, ik ben zelf leerkracht geweest. Ik weet heel goed hoe zorgvuldig onze mensen omgaan met wat u genoemd hebt, de beoordeling van de leerlingen en het einde van het schooljaar. En dat klopt wat u zegt. Maar het is ook wel zo dat men gaat kijken naar wat is niet gelukt. Laat ons ook eens durven kijken naar het positieve. Wat is wel gelukt. Dames en heren, ik wil een laatste vraag, want de mensen staan hier, zoals jij daar zei, voor het krijgen van een B- of een C-attest of een A-attest. Wanneer, meneer Smet, de minister, die zegt binnen 2 jaar is dat invoegen, is dat haalbaar? Maar je kan niet het... Nee, we zouden eigenlijk op een termijn van 2 jaar moeten weten in welke richting willen we evolueren. Want we moeten eigenlijk een mede-eigenaarschap krijgen van die hervorming bij onze leerkrachten, bij onze scholen, om te zeggen, vanuit uw informatie of vanuit het samen vaststellen van knelpunten en het behoud van de sterke kanten, is dit de richting waarin dat we willen evolueren. En als we daarin overtuigd zijn dat we daar naar de geleidelijkheid dit invoert, dat is niet een plan waarbij dat je zegt binnen 2 jaar decretaal zeggen we iedereen in die richting. Laat ons kijken van, zijn jullie overtuigd, de mensen aan de basis, dat er knelpunten zijn, dat we naar een bepaalde richting moeten evolueren, in het belang van elk talent op de juiste plaats, want de samenleving heeft alle talenten nodig. En daarmee heeft u meteen onze vakantietaak vastgelegd. We gaan erover nadenken. Dank u wel.